De registratie voor COVID-steun staat nog open voor belanghebbenden. Dit haalde minister Armand Achai-Bezing van Financiën en Planning dinsdagavond aan tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. In de periode vanaf februari tot maart zijn meer dan 3600 mensen geregistreerd voor de financiële tegemoetkomingen. De minister verzekert dat mensen die nog niet uitbetaald zijn, alsnog het geld op hun rekening zullen zien. Februari en maart hebben we meer dan 3600 mensen geregistreerd, waarvan na screening iets meer dan 3000 in aanmerking zijn gekomen voor COVID-toelage. En we hebben de specificatie van verminderd inkomen, werklozen, etc. En die bedragen zijn zo goed als betaald. Achai-Bezing zegt verder dat het ministerie met een uitdaging zit als het gaat om mensen die geen bankrekening hebben. Hiervoor is er een oplossingsmodel bedacht. Maar wat we tegelijk doen is voor die mensen die dat niet hebben een bankrekening openen bij een bank. En dan duurt het proces iets langer. En de registratie is nog steeds open. En ik erken dat er misschien nog mensen zijn die wel die steun nodig hebben zich moeten aanmelden. Maar ook voor die mensen staan we open, want als mensen dus niet de mogelijkheid hebben om zich te registreren, dan kunnen ze stappen naar het commissariaat en ook via economische zaken wordt het ondersteund. Dan wordt hen geholpen middels een helpdesk om wel geregistreerd te zijn en in aanmerking te komen. Achai-Bezing verzekert dat oneigenlijk gebruik van COVID-steun voorkomen kan worden. Dit middels de samenwerking tussen de Belastingdienst en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Belanghebbenden die zich niet eerder hadden opgegeven voor de steun, mogen dit alsnog doen.